Na tientallen jaren, bijna een halve eeuw, Witte Comicams, hebben we dit jaar voor het eerst een gekleurde versie gemaakt. Trendy vormgeving in een bruine kleur, zwarte wielen. En dat is voor heel veel mensen die Comicamp op het netvlies hebben gestaan, hebben een hele verandering. Dus we zijn erg benieuwd wat de mensen ervan vinden. Of ze nou toch gaan zeggen, nou, ik heb toch liever een witte. Of dat we echt een nieuwe doelgroep hiermee aanboren die zegt van wauw, dit is nou een mooie Comicamp. Daar heb ik lang op zitten wachten. Wat we ook hebben is een natte bodem in de country die twee kanten opscharniert. Ben je buiten, zet je hem zo open en kun je hem voor je deur inpakken. Heb je de tent helemaal opgezet, dan scharniert hij de andere kant op. En dan kun je altijd bij je bagage tijdens het kamperen. Verder hebben we de keuken. De keuken is door het kleurgebruik enorm opgeknapt. En we hebben dat verder afgemaakt met een heel mooi ladenblokje. En de afdekking van de ruimte waar het gas en water zit. Dus je hebt echt een mooi design keukentje bij je op de camping. Waar je ja, eigenlijk alles kwijt kunt wat je wil. Waar ook een koelkastje in zit. Dus eigenlijk heb je niks te wensen over.